Ja, waarom ben ik op postzakken gaan schilderen? Dat is eigenlijk wel een heel lang verhaal, maar ik zal het proberen met kort te vertellen. Mijn buurman die is koerier geweest jarenlang. En die kwam op een gegeven moment met een aantal postzakken aanzetten. En hij vroeg aan mij, van God, heb jij daar wat aan, Bert? Nou, ik heb geen kinderen, dus het was niet geschikt om als Sinterklaaszak te gebruiken. Maar ik weet dat bijvoorbeeld een Sam Drucker in de jaren 80 van de vorige eeuw heeft die schilderijen gemaakt op postzakken. En ik dacht van... beter goed gejat als slecht bedacht. Laat ik dat ook eens proberen. Vervolgens ben ik naar Hongarije vertrokken voor een werkvakantie. En ik heb daar aan de rand van het zwembad, ideale omstandigheden, heb ik die postzakken uit elkaar gehaald. Ik heb ze in het water gegooid om te kijken hoe ze dreven. Wat fascinerend was om te zien eraan. Want het duurt een half uur voordat die dingen gezonken zijn. En toen ben ik erop gaan schilderen wat... een stuk moeilijker was dan dat ik dacht dat aanvankelijk had gehoopt. Wat namelijk gebeurt is dat die postzakken zuigen verf op. Dus het is een zwart gat waar je verf in verdwijnt. Je moet ze dus echt prepareren. Dat heb ik uiteindelijk gedaan en na 3 maanden heb ik eindelijk mijn eerste schilderij erop gemaakt. Yeah.